calci quelli di stasera. Due punti in verloren voor Roma vanavond. Ja. Ja, dat zeg je goed, maar ik denk vooral je speelt een uitwedstrijd, de fans die fluiten allemaal naar ons. We hebben positiviteit nodig, hoe lastig het ook is voor de fans, maar ja, vandaag verlies je twee punten. Ik denk dat je wel weer hebt laten kunnen zien. Als je uit met 7-1 verliest van Fiorentina en je ziet ons vandaag voetballen, dat is een wereld van verschil. En nu moeten we door. Sì, sono d'accordo, sono due punti persi, però ecco, non era una partita facile sul piano mentale, per certi versi sembrava di giocare in trasferta con il pubblico che ci ha fischiato a lungo. Capisco la delusione, la rabbia dei tifosi, ma in questo momento abbiamo bisogno di positività. In ogni caso oggi abbiamo giocato una buona partita, non era facile dopo il 7-1 e abbiamo così dimostrato sul campo la nostra reazione. Senti, Rischi, come ti senti fisicamente? Sei al 100% o ti manca ancora qualcosa? No, 100%. Ja, tuurlijk, het is raar om nu te zeggen van niet. Ik voel me 100%. Ik ben blij dat ik minuten kan maken, want dat zag er bij het begin niet naar uit. Maar ik ben een vechter, ik laat me altijd zien. Ik laat me altijd gelden en ik denk dat ik dat heb gedaan op de trainingen. En nu kan ik mezelf laten zien en ik ben heel blij om in ieder geval weer minuten te spelen, want voetbal is het leukste wat er is. Sì, mi sento bene, sono contento di aver avuto questo minutaggio, questa fiducia, in ogni caso mi sento un combattente, ho sempre lottato per il mio posto in allenamento e adesso sto avendo l'opportunità per far vedere quello che posso fare. La società ha confermato la fiducia di Francesco, pensi che il gruppo sia pronto a seguirlo fino in fondo? Il club affronterà di Francesco, the spelers, the plukment di Francesco, tot het einde van het seizoen. Natuurlijk, ik zeg altijd dat de spelers het meer doen dan de coach. De slechte resultaten uiteindelijk speelt de coach geen voetbal. Wij spelen voetbal, wij moeten beter. Dus ik ga hier heel kort antwoord op geven. Het ligt aan de spelers en wij moeten onszelf laten zien. Sì, assolutamente. Poi sono del parere che in campo ci vanno i giocatori, non è certo il mister che la domenica va in campo, quindi siamo noi che dobbiamo migliorare, però ecco, adesso questi miglioramenti li dobbiamo far vedere con continuità sul campo. Grazie.